Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cage Lock met Sander van Gaming is Big. It's me, Mario. In de vorige aflevering heb ik een Shiny Squirtle opgehaald bij Professor Sycamore of Sixa Gone. Het is net wat je wil. Ja, ik moet die battle nog doen. Ik neem aan dat die battle gewoon level 10 is, want dat stond op Wikipedia. En in principe waren alleen de gym battles veranderd, zei je toch? Ja, volgens mij wel. Dus... ik heb trouwens ook... oh ja, ik moet mijn team laten zien, joh. Anders ja, dan denk ze wat frick. Ik heb zo'n Sixa Goon, oftewel Sixa Gone. Oh! Met Hebe, Tackle, Tailwhip en Growl. En dan heb ik de Phoenix Koning, oftewel Vuurheer Ozai, de Fletchling met Tackle, Growl, Quick Attack en Pack. En we hebben nog steeds Azula, maar die kennen jullie al, dus die laat ik niet zien. Nee, en dan ga je zo nog een startertje ophalen. Ik ga zo'n startertje ophalen die eerst niet shiny is waarschijnlijk. Of ik moet geluk hebben in. Ja, maar die mag jij, die hebben afgesproken dat we die mochten fixen. Hoe kom ik uit dit stadje eigenlijk? Dit lijkt me niet met een magische poeder. Shit, weet je wat er gebeurd is gisteren? Nee. Ja, ik heb hem gisteren opgemaakt. Oh hey, ik heb ook route 4. Kun je hier misschien... Sixa Gone. Oh ja, moet ik dat even uitleggen eigenlijk? Oké, ik ga het gewoon doen. Ik heb tussen de afleveringen door heb ik zowel een Cinccino of Minccino, weet ik het, shiny gekregen als de Zigzagoon. Dus als ik in een van deze routes nou een Sixa Gone of een Cinccino kan vangen, dan, ja, waarom niet? Dan heb ik gewoon nog een extra Pokémon in. Pokémoning. Maar eerst doen we met alleen de Zigzagoon, want waarom niet? Ja, precies. Nou, nee, we wisten niet zeker of we die een van die twee hier tegen konden komen. Ja, dus... anders is allebei mogen hebben, want hij had al twee Fletchlings als hij al tegengekomen. Ja, ik was al twee Fletchlings tegengekomen. Dat was echt heftig, man. En je route 4 mag je ook nog een shiny, hè? Ja, dat zeg ik. Daar had ik het net over. Oh, sorry. Maar dat geeft niet. Ik accepteer je zoals je bent. Ik ben een beetje flabbergasted. Want ik zit nu op een stukje dat zit niet in de normale games, namelijk. Wat? Ja, voor mij maakt het niet uit. Ik ken de normale games toch ook amper. Dus easy. Ik kreeg heel eventjes Movestar of Pokestar Studios vibes, kreeg ik. Oh, gadver. Incinerate die Fletchling! Woep woep! Ik vind level 10 wel weinig eigenlijk, als ik zie hoe weinig de attacks deed. En hoe weinig mijn attacks deed op hun en hoeveel hun attacks deed op mij, ben ik bang. Banging. Bang? Ben je banging? Ja. Je bent toch niet banging? Ja, maar straks ga ik doding. En dat willen we niet. Dat is Engels trouwens voor doodgaan, voor de mensen die dat niet wisten. Ja. Nee, dat snap ik, maar dat komt een mistake. Er komt een mistake, mag. Wat zei je? Die kennen gewoon geen Engels in. Ja, die kennen geen Engels in. Maar weet je, niet iedereen kan zo goed zijn als wij, Milan. Dat moet je ook beseffen. Kijk, weet je, wij zijn nou eenmaal de pro's. Dat klopt. Er valt niks aan te doen. Niks aan te doen, nee. Nou, precies. Ik zou het niet anders zeggen. Nou, ik kan niet eens anders durven zeggen bijna, joh. Dan zitten wij dus zeg maar op een soort van lijn. Ja, als je zo'n lijn hebt, hè. Dan zit ik zo hier en jij zit zo hier. De booming. Dat is van die intro moment ding. Lumio City. Wat is dit? Maar de grass is green. Ja, is het grassy green? Oh, dit is koffie. Dit beweegt zo lijp of zo. Ah. Ja, in Lumio's, ja, dat is wel lijp inderdaad. Ik weet ook niet, is dit een Pokémarkt of is het gewoon... dit is... oh nee, dit is cringe. Oké. Is dit cringe market? Het wat? Was het nou? Oh ja, dat was hetgene wat... dat hoef je dus blijkbaar niet te doen. Ik dacht dat het moest, maar volgens mij hoeft het niet. Volgens mij was dit zo'n VR. Zeiden ze volgens mij. Cool hè? Nee. Oh, Pierre. Cool, hè? Nee. Ja, dat vroeg hij of het cool was. Nou, ik zei nee. Oh, je was wel een... oh, wacht eventjes. Ik word in de gaten gehouden door zo'n Lucario. Lucario. Organize boxing. Death slash illegal. Illegaling. Illegaling? Illegaling, ja. Mijn dingetje staat er nu dus ook even bij, mijn Cinccino. En mijn combi, want ja, dat is geen shiny, hè? Dat is valsspeling. Dat is een goede combi. Dat is wel een goede combi, ja, ja, ja. Zeker, want ik kan zo'n cent en die is dan, zoals ze noemen in het Engels, sweeting. Niet te verwarren met Swedishing. Want dat is Zweeds. True story. Oké, mijn eerste... horde encounter. En er, weet je wat erin zit in die horde encounter? Geen shiny, maar wel een Colossian Chikorita. Wat? Dat is wel ziek. Dat is heel ziek. Ik ga hier eens even hunting. Welkom dus bij hoe gebruik je een lift? Niet zo. Nou, niet door gewoon dom te doen. Oké. Oké. Nee, oké. Je moet dus blijkbaar op de juiste knop klikken. Krijg je nog een moment van... Hé, hey, weet je zeker dat je dit wil? Of niet? Nee, dat durf ik niet. Volgens mij niet. Ik weet niet of ik met level 10 dit kan. Oké, wacht even. Wacht even. Ik wacht even. Potions. 3. Wacht nog steeds. Oké, ik ga eventjes... Ja, maar ik weet niet waar de Pokécenter is. Oh, er zijn er heel veel daar. Volgens mij als je naar buiten loopt naar links, dan vanzelf. Naar buiten loopt en dan naar links. Bedoel ik. Shit, nou moet ik ook nog weten wat linksing is. Is dit een Pokécenter? Weet ik niet. Ja joh, gek. Oh, dat zijn we helemaal vergeten met screenshare. Uh-oh. Nou, dat doen we na deze aflevering wel. Ja. Dan doen we sharing the screen. Sharing the screening. Yeah. Screening is ook een Engels leenwoord, hè? Dat klopt. Oké, ik heb een aantal ik ga ook nog twee super potions. Dan heb ik 3. 3 houdt Nintendo van, dus ik hou er ook van. Dat is niet hoe dat werkt, maar boeien. Nee, maar maakt niet uit, joh. Nu wel. Oh. Maakt wel uit, joh. Nee, nee, ik bedoel, nu is dat wel hoe dat werkt. Zo bedoel ik het meer. Oké. Gelukkig. Oké. Zo? Gaan we zo? Oké, ja, zo gaan we goed. Goeding. Zoals ze in het Engels zouden zeggen. Oké, ik hou even... dat in het Engels, doe? Ja, ja, echt. Dat is heel goed. Ja, niet als ze simplified Engels gebruiken, natuurlijk. Dan is het gewoon good. Dan is het gewoon good. Ja, maar dat is een beetje... dat is een beetje geflipt. Zou ik haast durven zeggen. Oké, ik ga... Vla? Ja, van die vla. Van die vla. Oh joh, ik ga meteen battling. Sycamore, challenge you for Pokémon battling. Bulbasaring. Saring the bubble. I love it when I saring the bubble. I'm loving it. Bulba bedoel ik. Pada hè? Pada, inderdaad. Pada. Oké. Wow. Nee. Oké, defense stat. Ik ga gewoon zijn defense stat loweren. Meestal doe ik het niet, want meestal ben ik lijp. Maar nu doe ik nog lijper. Niet van die smaak. Ja, niet van die Murkrow smaak. Deed ik niet. Oké, whip dat tiltje eens eventjes, joh. Whip, whip, oh, hij doet lead sheet. Godverdomme, Paddy. Ik haat je, Paddy. Ik haat je, Paddy. Oh, met die kutslak. Ja, echt, godver. Ik weet het, je mag niet vloeken, maar godver. De kut, Paddy. Echt waar. Hoe durf je? Die slak, die moet verbannen worden. Ja, hij is gewoon gedisqualificeerd. Ja, nog steeds. Nog steeds vind ik dat wij gewoon gewonnen hebben. Precies. Wij ook samen gewoon. Alleen wij twee. Volgens mij waren wij derde en vierde, toch? Ja. Dat maakt niet uit. Nee, maar Paddy was eerste en dat was vals spelen. Dus... Zeker. Waarom heb ik mijn Sixa Goon gebruikt toen ik heel makkelijk mijn Fire-type kon gebruiken? Ja, weet ik niet. Dat heb ik geen... Waarschijnlijk omdat hij voorop stond en dat ik dacht, ja, je moet Sixa Goon toch trainen. En toen kwam Squirtle ineens uit. En toen was ik zo van... Wacht, wat doe ik? Waarom doe ik dom? Ja, dat is wel goed. Hey Google, maar waarom ben ik dom? Voor alle mensen die dit zonder oordopper luisteren. Oké. Wat wou ik zeggen? Gelukkig heb je nu XP share. Dan kan je de XP sharen. Sharing the XP'ing. Dus. Heb het... ik ga gewoon zonder... Zonder whipping the tailing. Oh, oh, flinch! Let's go, I love Habit. Ga je nog steeds voor Squirtle? Ja. Nice. Squirtle. Oh, nu gaat hij tail whipping. Dat vind ik niet zo leuk. Whipping the tail. Ja. Maar dat mag hij niet. Dat mag alleen ik. Net zoals Lead Sheet. Die werkt ook nog steeds. Als ik hem nou switch straks, dan gaat hij wel weg, hè? Mm. Ja, ik kan nu niet switchen. Ik gebruik dat soort aanvallen nooit, dus dat durf ik niet te zeggen. Lead Sheet ook niet? Nee. Ah. Dat wordt bij loser. Dus Paddy. Hey, als je zo'n line hebt, hè? Ja, dan zitten wij er zo op. Ja. Op diezelfde. Oké, ik ben wel eerst. Oh, hij doet nog een keer tail whip. Oh, dat weet ik niet. Whip, 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 whip. Whipping the tailing. Whipping the tailing. Oké, but ik neem aan dat het nu wel kill, toch? Kabooming! Kabooming! Doei, Squirtle. Lekker Squirtling. Sixa Gone, more like level. Wat is dit? Pitch shift. Harmonic. Oh, het is... You use change the target's pitch with its aura, which lowers its attack. This move always goes for. Oh, priority. Ja, maar... Nee, ik ga dit niet gebruiken. Sorry. Oké. Nou, daar hoef ik geen zorgen voor te zeggen. Dat is vast een hele plausibele reden daarvoor. Ja, dat denk ik ook. Charmander. Ja, ik ga die sowieso niet kiezen, dus dan blijft alleen Squirtle over. Ja, want Bulbasaur bestaat niet. Nee, want de starters van Kanto zijn Charmander, Squirtle. Hier, ik heb ze allemaal opgenoemd. Al ben ik wel erg benieuwd naar Bulbasaur Shiny. We zullen het nooit weten. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb die Charmander gelikt alsof het zo'n ijsje was. Azula, die houdt van de Charmander, blijkbaar. Dat snap ik wel. Waarom snap je dat wel? Omdat Azula mentaal gestoord is? Wat? Zeg je nou dat als je Charmander leuk vindt dat je mentaal gestoord bent? Nee, maar wel als je Charmander slikt. Ja, oké, fair enough. Fair enough, ja, oké. You got me. Oké, geef me die Pokémoning. Dan moet ik niet per ongeluk wel Charmander kiezen. Squirtle, piepboepap. Piepboepap. Nou, heb jij nou een Charmander of heb jij ook Squirtle? Jij had ook Squirtle, toch? Ik heb ook Squirtle, ja. Would you like to nickname? De web. Vincent. Nee, oh nee, ik weet het. Ik weet het veel beters. Schilly. Ja! Doe je. Weet je mijn heet? Insert het clipje van Paddy die fucking gemeen doet. Weet je nog? Dat clipje? Ja, dat weet ik nog, ja. Ik had daarna ook nog een intro momentje van gemaakt in Orres volgens mij. Oh. Dat was fucking ziek. Je weet trouwens dat mijn Squirtle ook Schilly heet, hè? Dat meen je? Oh. Ja, natuurlijk. Ja. Oh, maar hebben we het daar vorige aflevering dan niet ook al over gehad? Over dat nee, toen was jij te boos om het daarover te hebben. Ja, ik ben nu minder boos. Dus dat is een Poggerino's. En voorlopig is er nog niet een cage match, dus wellicht dat je voorlopig even niet boos bent. Nee, maar kijk, de volgende cage match is sowieso minder heftig, want ik ga geen lick meer gebruiken op normal type, hoop ik. Ik kan er nu wel semi om lachen. En dan heb ik meer Pokémon, dus dan... Ja, als er eentje weggaat, dan is het niet zo erg. What the fuck, Lysander, is die ziek of zo? Nee, hij heeft harmonic haar in plaats van fire haar. Hij is misselijk. Nee, volgens mij is hij gewoon misselijk, joh. Hij is helemaal groen. Eerder was hij boos, nu is hij gewoon misselijk. Oh, yo, deze hoorde heb ik nog nooit gehad. Opeens Plusselmine en Clefairy, what the fuck? Plusselmine en Clefairy, holy damn. En 2 Chikoritas. Maar geen schijnende Pocket Monster. Orita's. Oh, ik mag niet eens weg, jongens. Laat me. Wat lelijk dat hij mag. Wat onaardiging. Ja. Want laten we eerst nog een uur tegen je praten. Oh, viel me. Oké. Okay. Oeps. Oh, nog. Nou, ik had wel gelijk. Nevermind, ze gaan weer praten. Oh, dit zijn straten. Oh, oké. Nee, straten, ja. Nooit gezien. Yo, wat een hating. Ja, ze gaan me uitleggen hoe straten werkt. Nou ja, het is beter dan dat ze vertellen hoe je hallo moet zeggen, toch? Nou, dat vond ik best wel handig eigenlijk. Ja. Nou, maar ik wist nog niet hoe je hallo zei in het Aloliaans. In het Aloliaans? Nee, dat wist ik nog niet. Nu wel? Nu wel, want ik heb die game gespeeld. Goed zo. Ik heb tijd dat we die game weer eens gaan spelen. Wacht, waarom neem ik nu de illegale Pokémon mee in plaats van de illegale Pokémon? Wacht, dat is goed. Als je nou degene die illegaal is gewoon hoe heet dat? Released. Released, jezus, moeilijk hè? Ja, maar ik weet dus niet of die nog legaal wordt, want ik weet niet of die in route 4 mogelijk is. Sandering, ik heb een shiny Chikorita. Dat meen je joh gek. Dat meen ik joh gek. Wat ziek. Waar moet ik nu naartoe? Ik snap er niks van. Naar route 5. Dat is die uitgang waar heel groot een 5 boven staat. Ik ga zoeken naar een uitgang waar heel groot een 5 boven staat. Als je Lysander hebt gezien, dan is het gewoon een stukje terug. Lysander heb ik nog niet gezien. Oh, ik heb wel level 5 gezien. Level 5, here I come. Wat? Maar volgens mij mag je moet eerst daar nog naar die café wat daar heel vlakbij zit. Daar is Lysander binnen. Dit is waarom ik een hekel heb aan deze games. Nee, grapje. Overigens, bij de Colossian Pokémon, zoals de Chikorita, zie je niet zo heel veel, eigenlijk bijna geen verschil tussen de normale en de shiny, omdat het al een andere vorm is. Dus hij heeft al andere kleuren, zeg maar. Oké. Wat ik bedoel? Dan moet je goed op het plingetje letten. Op een plingetje? Yup. If you don't let op de plingetje, you have a problem. Ja, ik wil wel letten op dat plingetje hoor nu. Dat wou ik zeggen. Jij hebt mij verleid om te letten op dat plingetje. Oh, ik ben de champion, hè? Kijk maar goed zijn. Hè? Ben jij een champion? Nee. Oh. Nee, ik deed die anti na. Maar ik leek er zo erg op. Dat jij gewoon dacht dat ik haar was, hè? Dat dacht jij? Ja, ik heb je wel door. Nee, ik dacht gewoon dat jij een mushroom was. Oh, dat kan ook. Een champignon. Jij bent zo'n toads. Jij bent wel zo'n toad, ja. Ja, ik doe dat. Hm? Wat? Eerder een toadet, zei ik. Want? Ja, dat vind ik. Oh nee. Het ging bijna fout zijn, right? Wat? Ik had bijna de Chikorita ingekild. Oh, power! See what I did there? Nee, ik leer nu over O-power. Oh. Zij... Oh, power! Wauw. Maar je snapt hem niet, want je bent niet slim. Wow, je wou zeggen dom, hè? Wow, ik hoorde de D gewoon al, die hoorde ik. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Yo, Lucario likes you. Ik snap het wel. Nu de fruitjes. Ik like mezelf ook. Nou, de Lucario kan natuurlijk ook een fruitje zijn, maar ik bedoel eigenlijk dan wel menselijke fruitje eigenlijk. Ja. Oké, hey, hoe is jouw leven verder? Mijn leven verder, die is prima. Als ik zo meteen in die Chikorita vang. Ga je daar nu ook eventjes hoorden? Ik ga sweeting sanding. Sanding the sweet. Sandering the sweet. Sandering? Die is leuk, dat is wel leuk die. Yo, Gulpin, Chikorita, sterretje, ster. Ja, dat is dus de Colossian Chikorita. Oh, is hij fire? Ik denk het niet. Ik denk dat hij steel is, maar dat weet ik niet zeker. Maar hij ziet een beetje roodig uit. Rood? Of niet? Of... Ja. Nee, hij heeft een grijs blad met een gelig lichaampje. Oh. Oké. Nou, dan kan ik niet kijken. Zal ik ze wel verslaan? Ik krijg wel... Dat weet ik, dat kan je doen, maar het duurt wel fucking lang. En het zijn hordes. Dat zou ik eigenlijk alleen doen als je surf kan. Ja, te laat. Oeh, ik leer nu dat mijn defense omlaag gaat. Ook leer nog een keer dat mijn defense omlaag gaat. Nee, ik werd 2 keer. Ah, ik snap hem. Duurde weer even, maar ik snap hem. Oh. Ik zie dat ik aan het cheaten ben. Alweer? Nee, mijn Squirtle heeft per ongeluk een guy bij zich. Maar dat mag helemaal niet. Want hij heeft nog geen cage matching gewonnen. Een breakstone. Oh ja, dat is, die kreeg ik ook, ja. Moet ik die van hem af doen? Wel, hè? Ja, dat is wel hoe cage match werkt. Dat is, ja. Betekent dat we voor mega's en zo dus ook... ja. Goed verhaal. Nee, betekent dat ook dat we voor mega's dus ook eerst een cage match moeten winnen? Ja, ja, oké. Nee, dat, sommigen doen namelijk ook wel dat mega's wel gewoon mag zonder cage match. Nee, maar dat hadden we volgens mij afgesproken. Maar ik vind het op zich wel goed, want anders dan heb je meteen... een soort voordeel als je een mega inzet tegen geen voordeel en je moet die mega wel een beetje verdienen ofzo. Dus ik ben het ermee eens, maar ik was eventjes vergeten dat we dat hadden afgesproken. Yo, Larvesta, die ken ik, die staat ook op mijn bingo card. Yo, Sander, ik heb dus vorige aflevering die shiny Floette of Flabébé, een van de twee, gevangen. Ja. En die heeft de ability Flower veel en daardoor kan zijn stats niet gelowerd worden. Dat is fucking goed. Dat is fucking goed, inderdaad. Dat is wel ziek. Heel ziek, zou ik haast durven zeggen. Dat is even kicking. Oh nee. Dat is... hij doet wel raar. Bij mij. Ik heb allemaal tekst door elkaar staan. Ja, nou, dat heeft niet per se met de ROM-hack te maken. Maar dat is X en Y probleem met emulators. Oh. Want als je meerdere hordes achter elkaar hebt, dat je dan tekst door elkaar hebt. Oké. Dus ook als je gewoon X en Y achter elkaar speelt. Ja, gek. Crazying. Zoals ze in het Engels zouden zeggen. Horde encounter nummer 4. Standering, zorg er eens voor dat mijn dat hij die Chikorita vangt. Chikorita wordt gevangen. Ja. Gameboy Luke. Ja, werkt het wel. Ja, het werkt. Heel ziek. Ja, dat moet ook wel. Het werkt altijd. Het werkt altijd. It just works. Tuurlijk. Tuurlijk werkt het. Welke type is hij? Welke type is hij? Welke type is hij? Steel! Wow, je bent zo'n master. Holy damn, die Plusle en die Minecraft staan heel dicht bij elkaar, lijkt het ineens. Oké. Ja, als je een andere Pokémon inbrengt, dan kan het soms veranderen. Nee, het is gewoon... Nee, ik startte gewoon deze horde en die Minecraft en Plusle stonden heel dicht bij elkaar ten opzichte van de Clefairy en de Chikorita en de vorige encounters. Maar ze staan sowieso allemaal dichtbij. Nou, ik vind, dat vind ik een beetje light. Oh, is nog geen... in deze game kan je nog niet zeggen van, oeh, ik wil hem nu meteen in mijn team. Nee, dat moet je helemaal voor moeite doen. Ja, naar Pocket Monster Center. Pocket Monster Center. Dat is Japans. Ik kon het verstaan, ik kan Japans. Cool. Andere mensen weten nu niet wat je zei, hè? Nee, oh ja. Ik zei Pocket Monster Center. In het Nederlands. En in het Engels is het dus Pocketing, Monstering, Centering. Centering. Oh. Nee, Centering. Ja, ik snap wel dat je Centering, want dat is alle twee positief natuurlijk. Zo'n Pocketing Morning Sandering. En Sandering is beide positief, maar het is dus niet helemaal hetzelfde. Nee. Weer leuk, leerzaam hè, dit, met Sander. Precies, je bent altijd een feest met Sandering opnemen. Behalve vorige keer. Behalve vorige aflevering. nee, dat viel al mee toch? Hoop ik. Nee, dat viel inderdaad. Het is wel eens erger geweest. Ja? Is het echt erg geweest? Jawel, zekering. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik weet dat ik wel eens dacht van... En dan niet alleen vermoeiend, maar dat ik echt dacht van, dat is gewoon niet leuk. Ah, oh, heftig. Heftig. Heftig geen. Maar dat heb je vandaag niet mag kopen. Nee, zeker niet. Nog niet. Ik weet niet wat er nog gaat gebeuren natuurlijk straks. Dat weet ik ook nog niet. Ik kan nog niet in de toekomst kijken. Oeh, je kan je wel ook... Hier kan je Bulldoze, Strugglebug, Swords Dance, Sunny Day en Rain Dance kopen. Waar? Gewoon in Lumio City? Ja, in Lumio's bij het tweede guidje. Cool ding. Lumio Citying, where the grass is greening and the girls are pretty. Mijn hamster is echt aan het hammen. Gestoord. Gestoord beest is het. Ja, dat kan. Ja. Niet helemaal goed in haar hoofd. Dat doen ze soms. Abra. Oh ja, wacht. Ik deed helemaal geen... Fuck. Wat? Het lijkt net alsof ze een epileptische aanval heeft. Zo erg is ze aan het ronddraaien. Ze heeft een hele tunnel gegraven. Wat de fuck? Crazy. Ik moet toch Faith en Joy. Die hebben een Minen en een Puzzle. Oh ja, die ken ik. En ik heb Momo en Cosmo. Kaboom. Momo en Cosmo. Ja, Schilly is trouwens niet echt... Ik ben een beetje afgewijkt... Afgewijkt? Ik ben een beetje afgeweken van de Avatar-team. Hoe durf je? Gewoon Katara kunnen zijn. Ja, dat had wel gekund. Of UA. Oh, dat was ziek geweest. Nee, dan had ik een Lunatone gehad. Een Water-type Lunatone, die had ik UA genoemd. Een Watertown Lunatone, wie weet. Misschien is dat wel een Brachian vorm. Of een Colossian vorm. Een Colossian vorm. Je weet het niet. Je weet het niet. Yo, geen shiny? Geen shiny Sandering, hoe kan het? Ja, vertel mij wel. Dat is maar, hè? Als ik dat wist, dan had ik zo van gedaan. Had je niet gevraagd? Oh, ja, dat. Precies dat eigenlijk. Eigenlijk welling, hè? Eigenlijk welling. Ik wil eigenlijk de aflevering zo bijna zijn. Faith en Joy ben ik net aan bevechten, joh. Volgens mij was dit exact de guy waar jij het zo net over had. Oh. Ik zie zo'n Puzzling en zo'n Mine mee. Ja, die ben ik nu aan het bevechten. Jij ook? Ja, nee. Echt. Alleen ik heb er wel net een shiny in gevangen. Ja, jij wel. Ik niet. Nee. Oeh, dit durf ik niet aan, want anders is Momo straks dood. En wat we zeker niet willen, is dat Momo straks dood is. Is Momo dood? Nee. Gelukkig niet, zeg. Oh, dit was een grote fout. Grote fout in je leven? Ja. Ja, en ik heb er veel gemaakt, dus dat zegt veel. Ja, dat zegt heel veel. Hey! Nee, ik denk wel dat ik dit wil. Ik denk het plus wel aan een mine, hoe erg moet dat zijn? Maar nou, blijkbaar het is wel heftig. Ze doen 7 damage op een Sixa Gone. Dat is niet niks. Ja. Dat is zeker. Dat 7 is wel... meer dan niks de laatste keer dat ik checkt, dus... Zeg het maar, zeg het maar. Ik heb ze verslagen. Als jij ze ook hebt verslagen, dan gaan we de aflevering beëindigen. Dus heb je al verslagen. Ah! Crit! No! Hij leeft nog wel hoor, maar... hij heeft nog 7 HP over. Oké, Plusle is Babu Beep Dead. Oké. Nu mine hem nog. Wat betekent als iets Babu Beep Dead is? Dat hij dood is. Ah, oké. Yo, Azula level 18. Dat is niet eens 19. Dat is niet eens 19. Combi is level 11. Oké, we doing some potioning. En dat noemen we zo using. En dat noemen we zo bap bap beep boop bap. Incinerate op de mine. Booming. Ja. Dat is hoe dat gaat in het game. Volgens mij kan dat, dat Incinerate splitst, zeg maar, qua power ofzo. Want hij doet nu veel meer nu Plusle dood is. Oh, dat durf ik echt niet te zeggen. Alsof hij, zeg misschien weten Nando of Jordi het in de beschrijving. Nou ja, omdat hij ook beide hit, zeg maar. Dus misschien dat hij dan de power ook halveert. Ah, zo. Volgens mij is dat wel een ding. Misschien weten Nando en Jordi het in de comments. Ja, Nando en Jordi. Vertelling. Ik moet eerst agility aanleren of niet. Forgot Growl? Nee, niet de grom vergeten. Goed. Dus, sluit af. Dat we ja, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Sluit Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigo. Doei.